Met het oplopen van de temperatuur neemt ook de kans op een paar forse regen- en onweersbuien snel toe. Het werd vandaag in de beeld meer dan 30 graden. De eerste tropische dag van dit jaar. En de hoogste temperatuur werd gemeten in het Gelderse Hupsel in de Achterhoek, 34 graden. In de loop van de dag koelde het overigens in de westelijke helft een beetje af door een aantrekkende westenwind. Het was vandaag droog. Op de radar waren vanmiddag geen buien boven Nederland te zien. Er verschenen wel voorzichtig wat stapelwolken, maar tot buien is het niet gekomen. Iets dat de computerberekeningen overigens wel voorzichtig lieten zien, maar dat is dus niet van de grond gekomen. Later vanavond, maar vooral vannacht, komen boven Frankrijk buien tot ontwikkeling. En die zien we dan vervolgens vannacht ook over het land trekken. En inderdaad, er zitten een paar hele heftige buien tussen. Morgenochtend wordt het dan tijdelijk droog, morgen later op de dag komen wederom een paar hele heftige buien tot ontwikkeling. En die trekken wederom van zuid naar noord over het land. Vanavond ga ik er nog steeds vanuit dat het op de meeste plaatsen gewoon droog is. Met zelfs nog flink wat zonneschijn en vooral hoge temperaturen in het binnenland. Langs de oostgrens nog in de buurt van 30 graden. In de kustprovincies waait een wat verfrissende westenwind. Maar in de Amsterdam Arena is het toch ook nog wel erg broeierig vanavond tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. Laat vanavond dient zich een eerste bui in het zuiden van het land aan. En vannacht breiden die buien zich over het hele land uit. Het is absoluut niet koud. En vergis je niet, bij een aantal buien gaat het echt even vorst. Met veel weerlicht, hagel, windstoten en veel regenwater in korte tijd. Die buien die trekken morgenochtend dan via het noorden het land uit. Dan wordt het een tijdje droog, klaart het op, loopt de temperatuur fors op. In het oosten wordt het wederom tropisch warm en dan in de namiddag komen als eerste in het zuiden onweersbuien tot ontwikkeling, die zich dan vervolgens naar het noorden uitbreiden. En ook morgen zitten er later op de dag echt een paar forse exemplaren tussen. Zaterdag is de rust teruggekeerd in de atmosfeer. Minder hoge temperaturen, maar zondag gaat het kwik opnieuw omhoog. Maar ook dan neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. En ook maandag moeten we rekening houden met een enkele regen- of onweersbui. Fijne avond!